Mijn naam is Marieke de Bakker. Ik ben hoofdstudentzaken aan de Universiteit Utrecht en ik mag voorzitter zijn van de stuurgroep van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Daarover zometeen nog meer. Studentenwelzijn is ontzettend actueel, dat was het al, wisten wij allemaal al, maar natuurlijk sinds vorige week en met de publicatie van de onderzoeken nog meer. Er wordt veel over gesproken en we zijn ook heel erg blij dat we de onderzoekers vandaag in ons midden hebben en studenten om hierover met jullie in gesprek te gaan. Jullie zien het programma in beeld, daar heb ik al iets over gezegd, over de plenaire bijdrage. En we hebben ook willen voldoen aan de wens van de deelnemers om in de subsessies wat meer interactie te kunnen organiseren. En dat betekent eigenlijk dat we daar geen sprekers hebben georganiseerd dit keer, maar juist jullie willen horen wat jullie ervaringen en goede initiatieven zijn om te delen. Graag de volgende slide. Ja, hier zien jullie nog heel eventjes wie er dan in die stuurgroep zitten. Dat is een hele leuke stuurgroep, mag ik wel zeggen. Een samenwerkingsverband van verschillende collega's uit hogescholen en universiteiten. We hebben net een wisseling gehad. Rob Vase is ons komen versterken. Die heeft de rol van Ger Bonen overgenomen aan de Radboud Universiteit. Dank Ger heel hartelijk voor al zijn bijdrage in de afgelopen tijd. En we verwelkomen Rob. Blij dat hij zich bij ons heeft gevoegd. En mochten jullie meer willen weten over onze achtergronden, dan kunnen jullie dat ook vinden op de ECIO website. Daarover zometeen ook nog wel de link, denk ik. Ik wil graag de volgende slide. Ja, er zijn een aantal mededelingen en het leek ons goed heel even vooruit te blikken naar de bijeenkomst op 3 februari. Lijkt nu nog ver weg, maar met de eindejaarsvakantie ik hem best snel. Iemand zijn microfoon niet op stil heeft staan. Dat zou zomaar eens mijn collega Marja kunnen zijn. Dankjewel Marja dat je me even hebt uitgezet. Dus de volgende bijeenkomst op 3 februari. En belangrijk daarbij is dat we heel graag aandacht willen gaan besteden aan regionale ontmoeting en afstemming. Op heel veel plekken is die er al, maar we begrepen dat dat nog niet overal zo is. En het lijkt mij persoonlijk inderdaad ook heel erg leuk om met de collega's uit de eigen regio nog wat dieper te kunnen doorpraten over studentenwelzijn. Dus vandaar dat we die bijeenkomst ook willen gaan verlengen. Dus vanaf 11:45 gaan we dan die regiogesprekken faciliteren. En daarvoor zijn we dus ook nog op zoek naar praktijkvoorbeelden. En ik denk dat dit ook hoopvol is dat we dat ook fysiek kunnen doen. Dus zodat we elkaar ook kunnen ontmoeten. Dus wie zou dat willen hosten? Ik vraag nog even aan Joyce of ik daarmee alles heb uitgelegd over die regio bijeenkomst. Of dat jij wellicht nog een aanvulling hebt. Nee hoor, klopt helemaal. En we zullen deze aankondiging ook nog een keer delen op de online community, de LinkedIn groep. Dus mocht je zeggen van ik vind het leuk om vanuit mijn hogeschool of universiteit te hosten. Of wij hebben al een hele interessante regionale samenwerking met partijen. Laat het me weten, want dan kunnen we daarvoor sorteren voor 3 februari. Top, dankjewel Joyce. Volgende slide graag. Ja. Nou, dit zijn denk ik onze manieren om elkaar ook buiten deze bijeenkomsten te ontmoeten. Joyce noemde het al, we hebben een LinkedIn community waar we elkaar kunnen treffen voor het delen van allerlei informatie of oproepen. En misschien Joyce, wil jij iets vertellen over die kennisbank die hier genoemd staat? Ja, zeker. Ik heb jullie daar eerder over geïnformeerd. Inmiddels zijn we best al aan het eind. We hebben een hele hoop aan praktijkvoorbeelden, internationale voorbeelden, maar ook onderzoek of praktische tools en apps die we op dit moment allemaal aan het onderverdelen zijn in categorieën. En er komt dus een aparte website waarmee je kan zoeken en filteren op deze categorieën en daarmee dus heel snel bijvoorbeeld kan zoeken op open op zoek naar voorbeelden van preventie. En daarmee allerlei kennis en ook praktijkvoorbeelden van jullie tevoorschijn komt. Op dit moment nog druk bezig met het vullen van de kennisbank, maar we verwachten hem dit najaar. Dus als die wordt gelanceerd, dan zijn jullie uiteraard de eerste die dat horen. Super gaaf, een hartstikke mooi initiatief. Ik weet hoe ingewikkeld dat is om dat om al bij elkaar te brengen en te ontsluiten. Dus heel fijn als jullie als dat straks klaar is. In het licht daarvan hebben we een aantal tips ook voor jullie.
van mooie documenten en informatie die door de Hogeschool in Holland is opgeleverd. En waarvan wij dachten dat dat is voor meer mensen interessant. Onder andere een rapport over studentenparticipatie met een infosheet, dus heel toegankelijk. En een two-pager over prestatiedruk. Nou, dat is iets waar we zo meteen ook meer over zullen horen. Dus kijk daar vooral naar. Ik denk heel fijn dat de collega's van In Holland het met ons willen delen. Ik denk genoeg nu voor de mededeling. Ik denk dat we kunnen overstappen naar het plenaire gedeelte. En dan geef ik heel graag het woord aan mijn mede-collega uit de stuurgroep, Jolien Dopmeijer, en natuurlijk aan Michelle ter Horst. Beide onderzoekers verbonden aan het Trimbos Instituut. We zien jullie hier ook mooi in beeld. Michelle, je staat wel een beetje verdekt achter de staatssecretaris. Dat was vast niet helemaal de bedoeling, maar ik herken je toch. Ik wil jullie heel graag het woord geven om ons meer te vertellen over de resultaten van de landelijke monitoren, moet ik zeggen. Heel graag het woord aan jullie. Ja, dankjewel. Michelle gaat beginnen. Ja. Ja, en ik had zelf inderdaad ook dat ik dacht, net jammer dat ik daar zo achter sta. Maar achter mevrouw Engelshoven staat onze collega Mirjam Busch van het RIVM. Dus die staat helemaal niet op de foto. Dus ik had gelukkig toch nog mijn plekje. Jolien, kun jij hem op presentatiemodus zetten nog? Yes. Superleuk allereerst dat Jolien en ik hier wat mogen vertellen over de monitor. Daar zijn we heel erg blij mee. En allereerst, wij zijn bij het Trimbos Instituut aan de slag, maar de monitor is ook gedaan door het RIVM en GGD Goor Nederland. En samen met meerdere collega's, met van de analisten tot aan de juristen, zijn we met een supergrote groep de afgelopen 2,5 jaar aan de slag gegaan voor deze monitor. Ik ga niet alle namen opnoemen, maar mochten er toevallig hier een paar aanwezig zijn, ook heel erg dank voor jullie inzet. De volgende, Jolien. Yes, we gaan jullie vandaag even meenemen in het hele proces van de opzet van de monitor. En dan gaan we door naar de resultaten van beide rapporten. Omdat Marieke al zei, er zijn er twee. Eentje over de mentale gezondheid van studenten, hoger onderwijs en eentje voor de middelengebruik. Daarna zullen we het hebben over onze aanbevelingen aan de hand van de resultaten. En is er nog ruimte voor vragen? Wat we net al zeiden, de monitor is in opdracht van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie en Ministerie van Volksgezondheid. En is uitgevoerd door het Trimbos Instituut, GGD Goor Nederland en het RIVM. We zouden eigenlijk de meting in het voorjaar van 2020 doen. Toen brak net de coronacrisis uit, dus hebben we de keuze gemaakt om het in het voorjaar van 2021 uit te voeren. Want we wilden de monitor natuurlijk graag blijven uitvoeren. Dus de hoofdvraag eigenlijk van beide rapporten en van de gehele monitor. Hoe gaat het nou met onze studenten hoger onderwijs in Nederland? We hebben een vragenlijst samengesteld. Dit hebben we samen gedaan met het gehele projectteam en de klankbordgroep. In de klankbordgroep zaten de koepels van de universiteiten, de hogescholen, studentenbonden als het ISO, LSVB en de LKVV. Dat is de Landelijke Kamer van Verenigingen, die de studentenverenigingen vertegenwoordigen in Nederland. Ook hebben we gesproken met verschillende experts, toen ook nog met Jolien als niet-Trimbosser, maar en ook nog Judith is ook aangesloten. Er wordt gevraagd of we de presentatie toegestuurd krijgen. Kijk even Jolien aan, ik denk het wel hè. Ja, dat zullen we via Joyce regelen en ze zal de rapport dan ook bijvoegen. We hebben de vragenlijst gebaseerd op gevalideerde vragenlijsten, zoveel mogelijk. En hebben hierbij gekeken naar wat experts ons adviseerden, maar ook zeker de input van studenten gebruikt. Studenten hebben we gewoon gevraagd, als we een monitor over deze twee thema's uitvoeren, wat moet er volgens jullie in? Om zo gedurende ook het hele proces van de monitor niet alleen te kijken naar wat experts of docenten vinden, maar ook juist de studenten zelf. De monitor is uitgevoerd via de instellingen HBO-WO en sommige instellingen hebben ervoor gekozen om nog enkele vragen voor hun instelling specifiek toe te voegen. Daarbij gelijk is gezegd, en we hebben het nu over de landelijke rapportages. De instellingen die hebben deelgenomen krijgen ook nog een instellingsspecifieke rapportage en daar zullen die vragen dan ook in terugkomen. Ik kom naar de volgende. Het was de eerste meting en we hebben nu de hele tijd over een monitor. Dat komt omdat we het gaan ook herhalen, maar dat zal Jolien straks verder toelichten. De eerste meting van deze monitor hebben we gedaan in maart tot en met mei 2021.
En wat daarbij goed is om extra te vermelden, is dat dat ook alsnog in een coronapandemie is en de derde golf is uitgezet. Waarbij we ook hebben gekeken naar de invloed daarvan, maar daarover ook later meer. Uiteindelijk hebben 15 instellingen hoger onderwijs deelgenomen, waarvan 7 hogescholen en 8 universiteiten. En hebben een respons behaald van 28.442 studenten. Als je kijkt naar alle studenten hoger onderwijs in Nederland, komen we daarbij uit op een percentage van 11,7%. Wellicht voor sommigen van jullie klinkt dat wat laag, maar dat is wel ook wat we zien in andere studentenonderzoeken. We hebben hierbij om de representativiteit te optimaliseren ook gebruik gemaakt van weging. Daar is meer informatie over te vinden in hoofdstuk 2. Maar even kort uitgelegd is dat we van DUO de cijfers hebben gekregen van de studenten hoger onderwijs in Nederland. En hebben daarbij gewogen onder andere op non-respons. Dus de studenten die binnen de instellingen niet hebben deelgenomen. Hoe die populatie eruit zag. En ook gekeken naar de instellingen die niet hebben deelgenomen aan de monitor. Dus eigenlijk een soort tweetraps weging. Als we wat dieper inkijken op al die ruim 28.000 studenten, zien we dat de verdeling man-vrouw uitkomt op deze percentage. Dus 47,2% man en 52,8% vrouw. Daarnaast zien we dat vooral 16 tot 21 en 22 tot 25 jaar deze vragenlijst heeft ingevuld. Als we kijken naar studenten met een migratieachtergrond, komen we op een percentage van 15,9. En wat bijvoorbeeld opvallend was, is dat we ook hebben gevraagd naar of een student uitwonend of thuiswonend is. En dat we daar bijvoorbeeld een heel groot verschil zien tussen HBO en WO. Dus bij HBO woont bijna 60% nog thuis. En bij de universiteit zien we dat dit bijna 30% is. Als we kijken naar de internationale studenten, zien we ook dat het opvallend is dat er veel meer internationale studenten zitten in het WO. Daar zien we de grote verschillen in de respons. 12,3% identificeert zich als LHBTQ. En verder zien we dat 8% van de studenten in die populatie heeft aangegeven belemmerende concentratie, lees- of rekenproblemen te hebben. En 8,1% geeft aan een belemmerde psychische aandoening te hebben. Dus dan hebben jullie iets meer beeld van welke studenten dit hebben ingevuld. En nogmaals, dit zijn dus de gewogen data. Jolien. Ja, dan ga ik het zo van je overnemen. Dankjewel, Michelle. We gaan beginnen met de resultaten en wel bij mentale gezondheid. We hebben 2 rapporten apart opgeleverd en vanaf de toekomst zal dat geïntegreerd worden. Maar we gaan het nu nog apart bespreken. Hoofdvraag is natuurlijk, hoe staat het met de mentale gezondheid van studenten in dat hoger onderwijs? We hebben naar een breed spectrum gekeken. We hebben zowel gekeken naar de wat positievere kant van de mentale gezondheid, dus het mentaal welbevinden. Dan hebben we het over levenstevredenheid, positieve mentale gezondheid en veerkracht. De positieve mentale gezondheid, daar gaat het om, voor de helderheid, een balans tussen psychologisch, emotioneel en sociale gezondheid. En we hebben gekeken natuurlijk naar de klachten. Met nadruk niet naar stoornissen. Dat is nog het uiterste puntje van het spectrum eigenlijk. Dat hebben we niet gedaan, maar we hebben wel gevraagd naar symptomen, naar klachten. Dus psychisch internaliserende klachten, oftewel angst en somberheid, emotionele uitputtingsklachten en ook levensmoeheid. En die laatste vraag, daar is ook veel om te doen geweest, ook al in de media. Daarbij gaat het om dat we hebben gevraagd aan studenten in de afgelopen 4 weken van die afname, dat afnamemoment, heb je wel eens nagedacht over dat je liever dood wilde zijn of liever wilde gaan slapen en niet meer wakker wilde worden. Bij de emotionele uitdagingsklachten gaat het natuurlijk om één van de dimensies van burn-out. Dus het zijn geen burn-out of studenten, maar het zijn wel studenten die die kant op zouden kunnen ontwikkelen. Nou, dan gaan we naar de uitkomsten daarvan. De studenten scoren gemiddeld een 6 op een schaal van 0 tot en met 10 op levenstevredenheid. Dus dat is wat wij noemen laag gemiddeld. Als we kijken naar die balans tussen psychische, emotionele en sociale gezondheid, dan geven zij op een schaal van 0 tot 6 gemiddeld een 3,6 aan. Dus een vrij gemiddelde score. En dat geldt voor veerkracht net iets lager. Dat is een 2,9 op een schaal van 0 tot 5. Dat noemen we laag gemiddeld. Dat betekent eigenlijk dat we zien dat studenten wel een enige mate van tevredenheid over het leven hebben en een enige mate van positieve gezondheid en veerkracht, maar dat dat absoluut wel voor verbetering vatbaar is. Aan de andere kant zien we bij de klachten dat 51% van de studenten
internaliseerde klachten heeft. Dus angststomheidsklachten. Zoom je wat meer in, dan zie je dat 39% daarvan mild zijn en 12% ernstig. 68% rapporteert die emotionele uitputtingsklachten. En 26% geeft dus aan tussen af en toe en bijna altijd of altijd die levensmoeheid te ervaren. Dus die gedachte over de dood of niet meer wakker worden. Zoom je dan in op de categorie daar die er altijd in die afgelopen 4 weken voor afname heeft aangegeven, dan zitten we op 4%. De nuancering is altijd wel belangrijk. We hebben verder ook gekeken naar samenhang. Psychische klachten en emotionele uitputtingsklachten komen minder vaak voor bij studenten met meer veerkracht en een sterkere positieve mentale gezondheid. Met andere woorden, het is wel aannemelijk, dat kunnen we vanuit literatuur ook natuurlijk wel onderbouwen, dat wanneer een student veerkracht heeft en een sterke positieve mentale gezondheid, dat dat beschermende factoren zijn tegen het ontwikkelen van die psychische klachten. Het zijn hele belangrijke uitkomsten. Zoomen we iets verder in op een aantal andere onderdelen. Stress is natuurlijk iets wat veel bij studenten al bekend was. En in ons onderzoek hebben we gevraagd hoe vaak ervaar je dat. Kijken naar de categorie vaak tot heel vaak zit daar 62% van de studenten die aangeeft dat te ervaren. De voornaamste stressbronnen ten tijde van die afname waren de studie zelf. Natuurlijk corona, dat was natuurlijk al de verwachting. Persoonlijke problemen, de toekomstige financiële situatie en dagelijkse verplichtingen. Opvallend daarbij is dat sociale media voor bijna geen enkele student een grote stressbron blijkt te zijn. Prestatiedruk, een veel besproken thema. We zien dat prestatiedruk veel voorkomt, maar dat dat vaker vanuit de student zelf voorkomt dan vanuit anderen. En bij ruim 20% van de studenten is het zo dat zij prestatiedruk vanuit zichzelf en anderen tegelijkertijd ervaren. Slaapproblemen komen ook vrij veel voor bij studenten. 41% ervaart in de 4 weken voorafgaand aan de metingen heel vaak of vaak problemen te ervaren met slapen. Bijna de helft van de studenten rapporteert een toename van die slaapproblemen als gevolg van corona of de maatregelen. Dus hier zie je een duidelijke invloed van corona op slaap. Sociale steun. Ik realiseer me dat ik er vrij snel doorheen ga, maar er is veel te vertellen en jullie krijgen dat natuurlijk nagestuurd. In hoge mate voelen studenten zich gesteund door familie en vrienden. Meer dan 80% geeft dat aan te ervaren. Kijken we naar de steun vanuit de onderwijsinstelling, dan ligt dat wat lager. Maar toch 34% ervaart die sociale steun. Eenzaamheid is al een lange tijd bekend als een groot probleem bij studenten. En we zien dat ook nu weer terug. Niet alleen geeft 80% van de studenten aan eenzaamheidsgevoelens te ervaren, waarvan 51% dan enigszins en 25% heel sterk eenzaam. En 80% van de studenten rapporteert ook een toename van die gevoelens als gevolg van corona. Dus die slaap en die eenzaamheid die komen duidelijk naar voren als gevolg van corona in toename. Mantelzorg is ook voor veel mensen denk ik interessant om iets over te weten. 7,6% van de studenten is mantelzorger. En als we kijken naar de aantal uren die per week daaraan worden besteed, dan is dat met name de categorie 1 tot 4 uur. Goed om stil te staan bij dat dit percentage overeenkomt met wat tot nu toe regionaal ook is gevonden. Dus dat heeft altijd rond de 8% gezeten. Nou, als we de mentale gezondheid dan wat verder bekijken, dan hebben we gekeken naar welke factoren hangen nou sterk samen met minder welbevinden, een verminderd welbevinden of meer psychische klachten of allebei. Dan zien we dat de studenten die een hoge mate van stress ervaren of een hoge mate van prestatiedruk meer psychische klachten laten zien of een verminderd welbevinden. Slaapproblemen is een redelijk sterk verband gevonden. Dus de studenten die slaapproblemen hebben, hebben dan ook meer psychische klachten. Dat geldt ook voor eenzaamheid als een sterk verband. De studenten die een gebrek aan sociale steun uit de sociale omgeving ervaren, want we zagen net dat het met name veel wordt ervaren, maar voor de studenten waarvoor dat niet geldt, zien we dat het ook heel sterk samenhangt met een verminderde positieve mentale gezondheid. En die sociale factor, een van de 3 factoren van positieve mentale gezondheid, die gaat dan wankelen. Studievertraging en studieschuld hangen wel enigszins samen, maar een stuk minder sterk dan bovenstaande factoren met die psychische klachten en verminderd welbevinden. Nou, we zagen net al even de invloed van de coronacrisis op de mentale gezondheid nog even samengevat. We zien een toename
van verminderd welbevinden en toename van psychische klachten die gerapporteerd worden door studenten zelf. Toename van veel stress, eenzaamheidsgevoelens en slaapproblemen. Dan gaan we naar het middelengebruik. Hoe staat het met het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs? Ook onderdeel natuurlijk van studentenwelzijn. Allereerst wat algemene gegevens. 8% van de studenten rookt dagelijks tabak. Zelf heb ik in mijn regionale onderzoek van de afgelopen jaren hogere percentages gezien nog een aantal jaar geleden. Je ziet eigenlijk ook wel hier, dat concluderen onze collega's van tabak bij Trimbos ook met ons, dat de campagnes ook echt goed zijn werk doen ook bij deze groep. Dus dat het ook echt wel afneemt. En toch hebben we het nog over 8% dagelijks tabakgebruik. 5% vertoont risicovol gamegedrag. Dat betekent dat studenten zelf hebben aangegeven dat ze al meer dan een jaar, ondanks problemen, toch blijven gamen. En dat ze dus problemen en hinder ondervinden van dat gamen wat ze doen. Algemeen kunnen we zeggen dat middelen die studenten gebruiken zijn cannabis, lachgas, ecstasy en paddo's. Maar ook cocaïne, ketamine, 2CB, LSD, 4-fluoramfetamine en GHB. De meest gebruikte drugs onder studenten zijn cannabis en ecstasy. We zijn bij de middelen verder gaan analyseren op alcohol, ecstasy, cannabis en het oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen. En daar nemen we jullie nu doorheen. Het mag geen verrassing zijn dat bijna alle studenten drinken. 1 op de 10 drinkt overmatig. Dat betekent voor vrouwen meer dan 14 glazen per week en voor mannen meer dan 21. 1 op de 6 studenten drinkt zwaar. Dat betekent binge drinken. Daarbij gaat het om grote hoeveelheden op een dag of een gelegenheid. En dat is 4 of meer voor een vrouw of 6 of meer bij een man. Het heeft te maken, dit verschil trouwens, met dat mannen en vrouwen natuurlijk fysiek anders gebouwd zijn en een ander lijf hebben dat ook anders werkt. Dus daarom zitten er verschillen tussen dit soort afkappunten. Meer overmatig en zwaar gebruik zien we bij mannelijke studenten, internationale studenten en studenten die op kamers wonen. Dus ook de locatie waar men woont maakt uit voor het alcoholgebruik. Het ecstasygebruik van studenten dan. 13% van de studenten gebruikte afgelopen jaar, waarvan 3 afgelopen maand. En als we naar afgelopen maand kijken, dan vinden we dat risicovol. Dus die 3% is eigenlijk het risicovolle getal. We zien dat risicovolle gebruik meer bij mannelijke studenten, studenten op kamers en ook meer bij universitair studenten dan bij de hbo-studenten. Het cannabisgebruik van studenten, daarom kunnen we zeggen dat cannabis de meest gebruikte drug is onder studenten. 1/3 van de studenten gebruikte afgelopen jaar cannabis. En 8% van de studenten die cannabis gebruikte, gebruikt dat frequent. Ook hier geldt dat het frequent gebruiken van een keer of vaker per week, dus in elk geval wekelijks, wordt aangemerkt als zijnde risicovol gebruik. Waarbij ook, mocht dat zo blijven bestaan, ook afhankelijkheid dan op de loer ligt. We zien dat er door studenten meer frequent gebruik is wanneer ze zich eenzaam voelen, psychische klachten hebben, concentratieproblemen ervaren, veel stress en of prestatiedruk hebben of slaapproblemen. Of een combinatie natuurlijk van deze zaken. Dat duidt erop dat het gebruik van cannabis waarschijnlijk een copingstrategie is. Dus dat betekent dat studenten die cannabis gebruiken bij deze problematiek dat mogelijk doen of mede doen om hier goed mee om te kunnen gaan. En daar minder last van te hebben. Het zij tijdelijk. Helemaal nieuw is het oneigenlijk gebruik van concentratieverhogende middelen. Ook al gonst het daar al flink van in de media, het gebruik van onder andere Ritalin, Concerta en Modafinil was nog niet eerder landelijk onderzocht. We zien dat 1 op de 20 studenten, dat komt op een kleine 4%, hè, anders zou het een kwart zijn, dit gebruikt. Dat komt overeen met dezelfde gegevens over studenten in België. De voornaamste reden die opgegeven wordt hiervoor door 85% is ondersteuning van de tentamenperiode, zoals we eigenlijk ook al hadden verwacht. We zien dat dit gebruik van Ritalin en dat soort middelen meer voorkomt bij studenten met die veel stress, prestatiedruk ervaren en of concentratie, lees- en rekenproblemen hebben. Dan kijken we nog even naar de samenhang tussen middelengebruik en studieschuld.
Bij een hoge studieschuld zien we meer overmatig alcoholgebruik, frequent cannabisgebruik, dus het risicovolle gebruik, en ook ecstasygebruik. En het sterkste verband zien we eigenlijk met concentratieverhogende middelen. Je ziet eigenlijk dat hoe hoger die studieschuld is, als je ook in de rapporten kijkt, dan zie je die categorieën oplopen. Vanaf 30.000, 40.000 euro en hoger zien we dat met die stap die omhoog die verbanden sterker worden. Dus er is een duidelijke samenhang tussen middelengebruik en studieschuld. Met name dus met de Ritalin-achtige middelen. Dus ook hier zou je kunnen stellen, net als bij cannabis, dat de concentratieverhogende middelen zeer waarschijnlijk een copingsstrategie in zich hebben. De invloed van de coronacrisis op het middelengebruik dan. We zien een afname van alcohol- en ecstasygebruik. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met de sluiting van horeca, waar dat met name wordt gebruikt, maar ook festivals en dergelijke die niet door konden gaan. Desondanks zien we nog steeds een hoge mate van gebruik. Het zou natuurlijk heel makkelijk kunnen zijn dat je zegt, ja, het is afgenomen, dus hartstikke mooi. Maar de mate van gebruik is nog steeds heel erg hoog en zorgelijk. En we zien ook eigenlijk dat het gebruik zich verplaatst naar de thuissituatie. Met name binnen de setting van op kamers wonen. Dus dat is een hele belangrijke ook om mee te nemen. Want de vraag is natuurlijk of dat weer verandert op het moment dat de horeca en festivals en dergelijke gewoon weer allemaal toegankelijk zijn. Of dat we moeten opletten dat deze setting een aandachtsgebied moet worden. De setting van de thuissituatie van de student, met name kamers. We zien ook een toename van cannabisgebruik, echt een sterke toename van gamen en slaap- en kalmeringsmiddelen. We hebben ook gevraagd naar ontvangen hulp of advies bij psychische klachten of middelengebruik. Wat opvalt is dat er een behoorlijk verschil bestaat tussen psychische klachten en middelengebruik. Waarbij psychische klachten bijna de helft geen klacht of hulpbehoefte had, maar een ander deel dus wel die hulp ontving en daar dus ook behoefte aan had, zien we bij middelengebruik dat bijna geen enkele student aangeeft klachten te ervaren of een hulpbehoefte te hebben. Nou, dat kan allerlei duidingen hebben. Waar alcohol en ecstasy met name gebruikt lijken te worden, van alcohol weten we dat trouwens zeker, want het motief is uitgevraagd, vanuit een sociale behoefte, om voor een feestje, om het gezellig te hebben met elkaar, zien we dat andere middelen veel meer ook dat kopingsmotief hebben. Maar het kan zijn dat studenten onvoldoende in de gaten hebben soms dat ze vrij risicovol gebruiken. Dat is een vraag die nog open staat, maar wel aannemelijk is deze aanname. Dus dat vraagt nog wel om verder onderzoek. Een relatief kleine groep van 8% zocht hulp voor psychische klachten binnen de instelling, maar ontving die niet. Dus daar bestaat een discrepantie. We kunnen vanuit ons onderzoek niet verklaren waar dat mee te maken heeft. Maar het kan zo zijn dat ze dat misschien niet duidelijk gevraagd hebben. Maar aannemelijk is ook dat die wachtlijsten misschien groot zijn, dat studenten moeten wachten op hulp. En op het moment dat ze hulp zochten, dat niet kregen. Of dat er andere redenen zijn. Misschien was er niet zoveel hulp binnen de instelling mogelijk. Nou, goed, dit vraagt echt nog om duiding. En het zou ook mooi zijn om jullie reactie daar ook op te horen. Concluderend, want er staat nog veel meer in de rapporten, maar we verwijzen heel graag naar beide stukken die ook meegestuurd zullen worden voor zover deze nog niet gezien zijn. Studenten ervaren veel psychische klachten, eenzaamheid, stress en prestatiedruk. En dat is ook toegenomen door de coronacrisis. Het gebruik van concentratieverhogende middelen, cannabis en gamen hangt samen met die psychische klachten en een verminderd welbevinden. En hoewel voor een grote groep duurzaam herstel wordt verwacht, met name ook van de middelen. En dat weten we uit onderzoek, dat veel studenten weer stoppen met overmatig alcoholgebruik en andere middelen op het moment dat ze wat ouder worden. We zien ook dat de groep boven de 30 jaar ook aanzienlijk minder psychische klachten en middelengebruik laat zien. Is het voor een deel wel waarschijnlijk dat ze klachten houden? En is het belangrijk dat we vroegtijdig signaleren en deze studenten zo snel mogelijk kunnen helpen? De allerbelangrijkste aanbeveling die we hebben gedaan, die zal misschien niet verrassend komen, want daar hebben we het ook in dit verband al wel vaker over gehad bij het Landelijk Netwerk, is dat we pleiten voor het ontwikkelen en ondersteunen van de integrale aanpak. Ondersteunen bedoelen we mee dat ook de partijen die hiermee aan de slag gaan in het onderwijs ook ondersteund moeten worden daarbij. En daarbij gaat het dan om het bevorderen van mentale gezondheid en ook om middelenpreventie onder studenten. Dat kan je op allerlei manieren doen. Daarbij gaat het om dat mensen die met studenten werken deskundig zijn om dingen te signaleren en bespreekbaar te maken en door te verwijzen. Het gaat om een studieklimaat waar het veilig is om je verhaal te vertellen. Waar het ook niet alleen maar prestatiegericht is.
Het gaat erom dat we alle studenten ook hierin meenemen, want welbevinden is voorwaardelijk voor goed kunnen leren. Dus het gaat niet alleen maar om de studenten die al psychische klachten hebben in zo'n integrale aanpak. Het gaat natuurlijk ook een groot deel om preventie, vroegtijdig signaleren, je hulpverlening op orde hebben. En het gaat ook om dat studenten leren om mentale gezondheidsvaardigheden te kunnen toepassen. Dus dat ze zelf kunnen signaleren wanneer het niet goed gaat. En dat ze zelf ook daarmee aan de slag kunnen. Maar ook om een vaardigheid van open zijn over je problemen en hulp vragen. Dat is een vaardigheid die we hen aan kunnen leren. Daarbij willen we verder nog aanbevelen dat veerkrachtbevordering daarbinnen heel belangrijk is. Dat we ook aandacht moeten hebben voor interventies voor het terugdringen van stress, prestatiedruk, het verminderen van eenzaamheid en het versterken van de sociale steun. En dat we moeten kijken naar het beter bereiken van studenten met een onvervulde hulpbehoefte. Dus de vraag, hoe kan dat? En moet dan eerst worden beantwoord. Als we kijken naar middelengebruik, willen we graag ook de aandacht intensiveren voor specifieke groepen gebruikers. Dus de internationale student, de student met een psychische stoornis of een concentratieleer- of rekenprobleem. Dat kan je onder andere doen door die mentale gezondheidsvaardigheden, waardoor die studenten ook sneller in de gaten krijgen zelf, wanneer er sprake is van misschien te veel gebruik, frequent gebruik en ook risicovol gebruik. En dat zij weten welke weg ze kunnen bewandelen om hulp te krijgen. Het is wel bekend dat het vragen om hulp bij middelen altijd wat lastig is, omdat daar wat meer taboe op rust. Middelenbeleid versterken gebeurt ook al. VH en VSNU zijn er onder andere natuurlijk ook een motor achter. Het online zelfaanbod, hulpaanbod voor middelengebruik om de drempel ook te slechten, omdat er wat stigma op rust, willen we aanbevelen. En ook instellingen ondersteunen bij beleid en interventies. Dat is iets wat we onder andere ook vanuit Trimbos doen. Tot slot willen we meegeven dat de stap van thuis wonen naar zelfstandig wonen een belangrijke kwetsbare overgang lijkt, die een rol speelt bij het middelengebruik. Dus om daar alert op te zijn ook en dit mee te nemen in het achterhoofd als we met studenten praten. En dat het natuurlijk ook zo is dat individuele knelpunten in de ontwikkeling van de student niet los kunnen worden gezien van de maatschappelijke context waarin we prestatiegericht zijn, excelleren voorop staat, waar niet alleen studenten last van hebben, maar ook anderen. Daarmee zeg ik eigenlijk, wij met elkaar zeggen daarmee dat natuurlijk de oplossing niet alleen bij de individuele student en de onderwijsinstellingen kan worden gezocht. De vervolgstappen zullen zijn dat wij ter ondersteuning van instellingsbeleid en lokaal beleid nog gaan opleveren rapporten voor de deelnemende instellingen. Die worden eind van dit jaar opgeleverd. We zijn op dit moment aan het schrijven. Gemeentelijke rapporten worden begin 2020 uitgereikt vanuit de GGD Goor-Nederland. En een vervolgmeting gaat elke 2 jaar plaatsvinden. En de tweede meting staat gepland in 2023. Dan legt ons nog denk ik een klein beetje tijd om wat vragen te beantwoorden als die er zijn. Ja, geweldig Jolien en Michelle voor deze uitgebreide presentatie van de resultaten. En dat jullie dat zo snel hebben kunnen doen na de publicatie van de rapporten. Ik denk dat het voor ons allemaal heel interessant is. En wel echt informatie die je even tot je moet nemen. Tenminste, dat heb ik zelf zo ervaren ook binnen onze instelling. Echt even tijd nodig om het goed te laten indalen en met elkaar over in gesprek te gaan. Wat betekent dit nou? Wat zegt het nou? En wat kunnen we ermee, hè? Vooral? Dus heel veel dank voor deze aftrap. Michelle was gisteren ook bij ons aan de UU om een presentatie te geven. Dat is ontzettend fijn dat jullie dat doen. We hebben niet zo heel veel tijd meer voor vragen, dus ik dacht, we pikken er misschien even 2 uit. Eén vond ik zelf interessant. Hebben jullie gekeken naar het verschil tussen gezonde en ongezonde stress? Ja, want ik zie daar ook een aantal reacties in. Ja, een beetje stress hoort bij het leven, hè? Dus daar hebben we het vaak over gehad, richting deadlines en als je aan het studeren bent. Maar wanneer wordt het nou ongezond? Hebben jullie dat uitgesplitst? Nee, dat hebben we nog niet gedaan, maar zelf al wel over gesproken. We hebben natuurlijk zelf ook geleerd van de dingen die we hebben uitgevraagd, waarvan we zeiden, goh, we zouden misschien dat ook nog wel willen weten. Dus ik denk dat dat ook meegenomen wordt naar een volgende meting. En zo zie ik wel meer opmerkingen ook in de chat staan daarover. Dus dat moet nog wel bekeken worden. Ook bijvoorbeeld multiverslaving zie ik langskomen. Dat kunnen we zeker doen. We hebben een basisrapport opgeleverd, maar we hebben nog heel veel vervolganalyse die we gaan doen. Dus dat kunnen we nog uitzoeken, hebben we nu nog niet gedaan. Oké, mooi. Ja, inderdaad, het zou fijn zijn. Wellicht hebben jullie daar zo meteen nog tijd voor om een aantal vragen in de chat nog even specifieker te beantwoorden. Ja.
in de chat snel. Wat ik in ieder geval nog wel even wilde zeggen, ook reageert op een aantal dingen, is wij kunnen natuurlijk geen oorzaak-gevolgconclusies trekken. Dus de uitspraken die we nu doen van het lijkt erop dat dit met dat samenhangt, zijn gebaseerd op verdergaand onderliggend onderzoek, wat al lang gebeurd is, wat internationaal gebeurt, is ook longitudinaal, zeg maar, dus meerdere meetmomenten, dus hele stevige onderzoeken waaruit we ook die richting al wel weten. We hebben in ons rapport ook heel duidelijk gemaakt dat heel vaak de richting niet duidelijk kan worden gemaakt op basis van dit ene meetmoment. En causaliteit, dus oorzaak-gevolg, kunnen wij dus ook niet in die zin bepalen. Dus dat is denk ik goed om even nog op te merken. Ja, en de tweede vraag die ik er nog even wilde uitlichten, is ook iets waar denk ik veel instellingen mee bezig zijn, is namelijk die positieve gezondheid, hè? En die mentale gezondheidsvaardigheden waar jij ook aan refereert. Kunnen we nou op basis van dit onderzoek daar ook meer informatie over krijgen? Dus wat draagt nou positief bij aan welzijn, copingmechanismen en het effect daarvan? Ja, we kunnen in ieder geval wel natuurlijk zien dat positieve mentale gezondheid op een bepaalde manier samenhangt. Hè, met dus veerkracht bijvoorbeeld, maar ook met minder psychische klachten. Dus op het moment dat mensen aan die positieve kant zeg maar sterker in hun vel zitten, zodat die beter ontwikkeld is, dus meer balans is in het leven, en ze veerkrachtiger zijn, dan zien we ook dat die mensen minder psychische klachten hebben en vice versa. Dat zijn van die verbanden die ook al verder wel onderzocht zijn, die we iets steviger hebben kunnen beschrijven in de rapporten ook. Maar in ieder geval die relatie is heel duidelijk gelegd. Ja. Mooi. Dus daarom ook de opmerking dat het, ook al hebben we nog heel veel vragen en moeten we nog veel dingen uitzoeken, het waarschijnlijk heel verstandig is om wel iets met veerkracht te gaan doen. En tegelijkertijd niet alles daarin te willen zoeken bij studenten. Een soort van sterker maken en dat oplost. Want dan zou je alles bij de student neerleggen of bij de instelling. Want het feit dat ze zoveel psychische problemen ervaren en zoveel druk komt natuurlijk ook uit een maatschappelijk probleem voort. Ja, en de laatste vraag van mijn kant om het onderwerp af te sluiten. Als jullie, Jolien en Michelle, ons als instellingen één tip zouden mogen meegeven, waar zouden wij dan de komende weken het gesprek over moeten voeren? Even kijken waar Michelle. Waar is Michelle? Oh, daar is Michelle. Even kijken waar zit je op mijn. Ik kan jullie nog even nadenken. Ik zou ook in combinatie met de huidige maatregelen vooral willen vragen aan de studenten hoe het met die student gaat. Dus het gesprek openen. En het klinkt heel simpel, maar dat kan al gewoon heel veel helpen om ook studenten ervan bewust te maken. Ook peer-to-peer, zeg maar, als je dat klassikaal doet. Ja, die verbinding denk ik. Waar we het ook vaak over hebben gehad in andere momenten, die sense of belonging. Maar je ziet die eenzaamheidscijfers enorm zijn. Sociale steun heel belangrijk. Dat draagt allemaal bij gewoon aan dat andere klachten minder kunnen worden. Dus die verbinding is heel erg belangrijk. Voor de langere termijn inzetten op een integrale aanpak. En daarbij flinke reuring veroorzaken dat daarbij ondersteuning en ook middelen nodig zijn. Dus praat er met elkaar ook over, zou ik willen zeggen. Maar ik denk dat de VHV's nu dat ook al heel goed voor ons doen. Super, dank jullie wel Michelle en Jolien voor deze presentatie. Echt ontzettend fijn. Om dit te hebben en we praten hier heel graag ook met jullie en natuurlijk met elkaar over door. En jullie laatste aanbeveling is volgens mij een prachtig bruggetje naar de bijdrage van Thijs en van Bella. Want jullie zijn studenten en ontzettend actief in het kader van het netwerk Kennissteden. Ik zie jullie heel gezusterlijk, gebroederlijk naast elkaar zitten. Welkom, leuk dat jullie hier kunnen zijn. Yes, dank jullie wel. En we zijn inderdaad die studenten zelf. Het is natuurlijk heel heftig om die resultaten te zien van Trimbos van het onderzoek. Helaas merken we daar ook wel echt veel van in onze directe omgeving. Ik zal maar niet ingaan op mijn persoonlijk alcoholgebruik, maar ik denk dat ik ook wel een beetje in die risicogroep val. Hartstikke goed om hier te zijn. En fijn dat we, zoals je ook zegt, we hebben afgelopen anderhalf jaar zijn flink bezig geweest. En we vertellen graag waar we mee bezig zijn. Ook hoe we die aansluiting hebben gevonden met de bureaucratische instanties, met het Kennissteden-netwerk. Even kijken, het scherm delen lukt. Ja, Joyce, ik had jou. Even kijken. We gaan het nu even zelf proberen. Kan ik hem delen, jongens? Ja, even kijken. Of zie, lukt dat, Thijs? Volledig scherm. Nee, venster. Nee, venster. Oh, we hebben hem wel. Oké. Doe jij dit nu, Joyce? Of doe ik dit nu? Nee, dat doe jij nu. Dan moet je maar visor zetten. Dat kan ik niet. Jawel. Horen zij ons nu nog? Ja, we horen jullie en ik heb hem nu gedeeld. Oh, jij hebt hem gedeeld. Oké, dan sluit ik hem even af. Oké, top.
Ik heb wel het idee dat mijn computer een beetje vastloopt, maar... Ja, hij staat nog niet op de presentatiemodus, Joyce, maar verder zien we het wel. Gaat het goed nu, hè? Ja, top. Top. Ja. Gaan jullie gang, Thijs en Bella. The floor is yours. Yes, dank jullie wel. Goed dat jullie er allemaal zijn. Vooral fijn dat wij ook kunnen komen vertellen wat we allemaal gedaan hebben en waar we mee bezig zijn. Ja, zoals ook aangegeven in de introductie. We zijn dus studenten van de Alliantie Studentenwelzijn van het netwerk Kennissteden Nederland. Hele mond vol. Dus ik denk dat we dat langzamerhand een beetje uit elkaar kunnen gaan plukken. En ook kunnen gaan vertellen, sowieso wie we zijn. Hoe we zijn ontstaan. Sommigen hebben misschien het verhaal een beetje gehoord, maar misschien goed om dat nog kort terug te pakken. Daarnaast, waar zijn we nu mee bezig en wat zijn de huidige focuspunten? En om af te sluiten met een aantal aanbevelingen. En dat zijn dan niet zulke officiële aanbevelingen als de vorige presentatie van Jolien onder andere. Maar iets informeler. En ik denk toch dat het goed is om dat mee te geven. Nou, dit zijn wij, zoals jullie kunnen zien. We zitten nu heel broederlijk en gezusterlijk naast elkaar. Dat hebben we afgelopen anderhalf jaar niet kunnen doen. Dus we zijn in totaal één keer fysiek met z'n allen bij elkaar geweest. En dat was al nadat we een jaar bezig waren geweest. Dus die dynamiek is heel apart. Maar dat maakt wel dat het grappig is. Ja, dat was heel grappig om te zien. Zo na een jaar hard werken samen en dan vervolgens op een evenement samenkomen. Dat was wel best wel ironisch. Maar we zijn studenten uit verschillende stukken van het land. En ook denk ik met verschillende beweegredenen samengekomen. De ene is al wat een oudere student, anders wat jonger. En iedereen heeft zeg maar zijn eigen steentje persoonlijk bijgedragen. En daardoor zijn we nu in het werkstudententeam gekomen van het NKN. Maar andere mensen zitten weer bij het NJI of hebben bijgedragen aan het time-out evenement. Maar daar vertellen we zo verder meer over. Volgende slide misschien. Ja. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? We zijn vanaf de eerste golf corona, dat zien we zo meteen op de volgende slide, is een project ontstaan waar studenten juist ouderen konden helpen of hulpbehoefenden. En dat kon heel laagdrempelig door de hond uit te laten of een boodschapje te doen. Na een week hadden we op dat platform 45.000 aanmeldingen. Dus dat geeft wel weer dat die behoefte om te helpen en die bereidheid is er echt van voornamelijk studenten. De versoepelingen kwamen eraan in de zomer na de eerste golf. En toen tijdens de tweede golf waren we in Delft de snelste stijger als het aankomt op het aantal besmettingen. En dat kwam omdat er personen tussen de 18 en 24 jaar of 18 en 30 jaar, die waren de grootste doelgroep. Bron- en contactonderzoek kon niet heel duidelijk meer. Maar ik woonde zelf in een huis van 17 man en 14 van de 17 hadden corona. Dus dat geeft een beetje een indicatie van waar die besmettingen zouden kunnen opspelen. Ja, waren ook vooral best wel wat frustraties denk ik rond die tijd. Toen was er nog veel onzekerheid en we wilden gewoon wat doen. En ook meewerken en meedenken. En ik woon zelf ook in een huis van 14. En toen kwamen natuurlijk ook de regels van dat je bijna niet meer samen mag zijn als 14 huisgenoten. Dus er was vooral veel een beetje reactie op van... Oké, laten we zelf dan wat gaan doen en opzetten. En ja, je hebt echt een best wel groot netwerk als student. Dus dat ging veel, veel sneller dan we ooit hadden gehoopt eigenlijk. En het belangrijkste was om te kijken heel laagdrempelig van... joh, wat zou er eigenlijk kunnen spelen? Geen officieel onderzoek, maar een Google Forms doorsturen met een WhatsApp berichtje. Van jongens, hoe voel jij je nu? Wat speelt er? En heb jij misschien nog tips of opmerkingen of aanbevelingen... van wat er allemaal beter zou kunnen? Dat is ook vrij losgegaan. En op een gegeven moment hebben we ook... 7.500 respondenten gehad. Dus het is niet officieel, maar dat geeft wel een indicatie van wat er zou kunnen gebeuren. We zijn er nu met nog eentje bezig. Die is dan nu een werkstudent bij het NJI aan het uitwerken. Die is in oktober gestuurd. Dat komt allemaal nog jullie kant op. De andere enquêtes en de data daarvan zie je op thuisversmet.nl/data. Ja. Volgende slide. Volgende slide graag. Nou, hier een aantal projecten die door studenten zijn opgezet, waar wij ook heel veel bij betrokken zijn geweest. Wij zijn een soort koepel die dat informeel een beetje bij elkaar bindt. Het is niet beleidsmatig, niks politieks, maar juist heel erg korte termijn, hoe kunnen we brandjes blussen. Dus dat is bijvoorbeeld, links zien we die posters. Tijdens de tweede golf was het heel onduidelijk van wat zijn nou precies die spelregels in studentenhuizen. Ze hebben met de GGD Haaglanden en een aantal internationale studenten. Dus je ziet daar Nederlands, Engels, Engels is echt... erg ondermaats, maar er zijn gelukkig genoeg mensen die dan kunnen helpen.
Spaans en Chinees. Om gewoon te kijken, van, nou, stel je woont in huis met 14 dames. Wat zijn die regels dan in huis? En hoe zit dat dan daarbuiten? Nou, dat gewoonmensen.nl, dat is dat platform waar ik zei met die aanmeldingen voor nou, vooral de hulpbehoevenden in de eerste golf helpen. En eentje was dat we ook zijn gaan kijken van wacht even. Vlak voor de afgelopen zomer gingen er heel veel internationale studenten terug naar hun ouders in hun thuisland. Die waren nog grotendeels niet gevaccineerd. Beter hier één Janssen erin gooien dan dat je, dit zijn niet mijn woorden, dus van de GGD Haaglanden. Beter hier een Janssen erin gooien dan met een half bak virus of een half bak vaccin terugkomen, wat je niet kan stapelen. Dus hebben we gekeken van nou, hoe kunnen we die internationale studenten dan in Delft bereiken en hoe kunnen we die toch optrommelen om hun prik te halen voordat ze weer weggaan. Ja, en persoonlijk heb ik zelf ook meegeholpen aan de Wellbeing Week in Delft. Dat hebben we ook, volgens mij, dat was vorig jaar, hebben we dat opgezet. Ook in een maand tijdens het studeren hebben we die actie gestart. Een hele goede support gekregen van de TU Delft. En toen vervolgens hebben we echt 2000 mensen kunnen bereiken. En toen merkten we wel echt dat er behoefte aan was en om verhalen te delen. En om gewoon begrepen te worden en perspectief te bieden. Ja, volgende slide. Dat is wel een mooi stukje. Klein besefmomentje dat we hadden gevraagd in die enquêtes. Hey, hoe voelde jij je tijdens de eerste golf? Hoe voelde jij je tijdens de versoepeling? En hoe voelde jij je tijdens de tweede golf? Nou, dat is hier uiteengezet tegenover het aantal huisgenoten wat je hebt. Dat is nu niet per se relevant. Maar het belangrijkste wat we nu even willen benadrukken is dat je... Nou, het lijkt erop dat er geen verhoging is van het welzijn van studenten tijdens de eerste golf en tijdens de tweede golf. Dus we willen gewoon, en dat merken we ook om ons heen, gewoon heel erg waarschuwen. Maar het is volgens mij naar vorig onderzoek van Jolien en consorten ook duidelijk. Niets lijkt er nu nog op dat we wennen aan een nieuwe lockdown of zo. Dus ik denk echt van als we die besmettingen zien oplopen, zet je schrap. Want dit is... Ja, het gaat gewoon. Er is een hele grote kans dat dit net zo heftig gaat worden. Even genuanceerd gezegd. En nu natuurlijk veel minder draagvlak. Ik merk het om me heen. Zeg maar, er wordt nu nog niet aan de regels gehouden. En ik denk dat mensen daar ook minder bereikt toe zijn. Omdat ze natuurlijk die vaccinatie natuurlijk eigenlijk al hebben. Dat wordt wel interessant. We kunnen heel even kort naar de volgende slide gaan. Dan gaan we er niet te ver op in. Alleen in op die website thuisbesmet.nl, daar staat ook dat rapport. En daar staan allerlei van dit soort data in. Nou, en als je dit even doorkijkt, dan is het ook niet van... Hey, wacht even, dit is nu anders ten opzichte van een jaar geleden. Misschien dat die kroegen toch nog iets langer open zijn en dat dan wel echt verzacht. Maar dit is meer om aan te tonen van... Hey, wacht even, alles is nog steeds erg actueel. Volgende slide graag. Hoe brengen we dit aan de man? Het kost heel veel tijd om als ongeorganiseerde studenten, ook al heb je veel respondenten, aan te kaarten van hey, hier zijn we mee bezig en dit zouden kunnen spelen en dit soort data hebben we. We hebben heel veel energie gestoken in hoe komen we dan bij de juiste mensen terecht. Gelukkig hebben we dus ook aansluiting kunnen vinden bij dat netwerk Kennissteden Nederland in de Studentenwelzijnsalliantie. Maar daarvoor zijn we gewoon mensen gaan mailen en zeggen van hey joh, dit speelt er. Zouden we een keer in gesprek mogen? Klinkt cool. En dan kunnen we naar de volgende slide. In de praktijk is het namelijk iets minder enerverend. Alles is online. Waren echt heel veel Zoom-gesprekken. Tijdens het studeren ook door, zeg maar, mijn studie even moeten afkappen om dan vervolgens in een Zoom te komen en weer je praatje te doen en te laten zien waar we mee bezig zijn. Dus dat heeft inderdaad wel... ik heb er heel veel van geleerd, maar nu merk je wel dat bij de mensen die er zo mee betrokken waren geweest afgelopen anderhalf jaar, de energie ook toch wel echt een beetje op is. En omdat het natuurlijk nu weer in die derde lockdown gaan komen, zie je wel dat het best wel perspectiefloos aan het worden is. Volgende slide, heel kort. Volgens mij komt er... Ja, het zijn nog meer foto's. Ja. Ja, precies. Maar dit was dus wel echt een hele mooie. Uiteindelijk, wij hebben dus heel veel gesprekken gehad met Karel Illy en Diederik Gommers. En Diederik Gommers kwam eigenlijk met het idee van breng alle mensen samen om uiteindelijk in het echt. Dat was Karel Illy, die heeft dat geïnitieerd. En die zei van, jullie problemen hebben heel erg te maken met die afstand tussen studenten en beleidsmakers en experts. Waarom zet je ze niet samen en maak je daar een groot evenement van? Toen zijn we met Frederiek van Stichting Time Out aan de slag gegaan. Zij heeft een show
over stress en burn-out klachten onder jongeren. Die hebben we mogen opvoeren daar. En vervolgens hebben we 5 verschillende tafelgesprekken kunnen volgen. Met als speciale gast Maxima die kwam. Dat wisten wij zelf ook niet. Dat is geheim gehouden tot het allerlaatste moment. Dat was toch wel echt een kers op de taart. Zij was ook 2,5 uur heeft ze meegepraat en meegeluisterd. En er is echt heel veel uitgekomen. Dat zijn we nu aan het analyseren met deze groep mensen. Daar zie je toch wel echt dat veel mensen eigenlijk ook echt wat wilden zeggen en er echt een mening over hadden. En dat mensen ook graag serieus genomen willen worden. Dus dat er eigenlijk wel heel veel, er is best wel veel vraag naar om dit soort gesprekken te starten. Alle tafels zijn opgenomen en die worden momenteel ook uitgewerkt. Ja. Dus dat komt allemaal nog jullie kant op. Het is, naast de studie is dit erg, het is erg veel. En dat is ook best wel serieus. Ja. Ik heb er 2 gehad voor de volgende dame. Iemand anders een 3,5 en 1, iemand een 4,6. Zeg maar, we stoppen hier echt heel veel tijd in. En het is allemaal niet erg hoor. Ik wil niet zielig klinken of zo. Maar het enige wat ik wil zeggen is, joh, het is heel chill om serieus genomen te worden als dat rapport helemaal uitkomt. Want het is relevant en het kost gewoon heel veel energie om aan te kloppen bij allemaal deuren om jezelf te moeten overtuigen in het begin. Maar gelukkig zijn we dus nu wel met een grote groep studenten die dat ook graag willen. En je ziet als dat ook op een laagdrempelige manier is, dat mensen echt soort van willen meedenken. En dat was wel bijzonder om te zien eigenlijk. Volgende slide. Even kijken. Lukt dat? Er staat op de volgende slide, als het goed is. Alliantie Studentenwelzijn, zien jullie die? Bij ons. Wij zien hem niet, maar dat komt helemaal goed. Ja, maar dan is dat ook dus, denk ik. Oh ja, daar is die. Perfect. Even kijken. Dus die best practices, die worden nu, die zijn we dus allemaal aan het omschrijven in een manifest. En dat willen we dus ook, we gaan in december weer samenkomen met elkaar om nou echt even kritisch te kijken naar waar moeten we dit neerleggen. Want we zijn wel echt overtuigd van, nu moeten mensen echt met concrete taken gaan komen. En niet weer een gesprek en weer een soort van uitwerksel waar niet naar gekeken wordt. Want er zijn zoveel goede ideeën, die zijn er ook uitgekomen. En dat zou gewoon super vet zijn om daar nu eindelijk echt iets mee te doen. En wat we nu nog steeds doen is, en dan neem ik hem 1 stapje terug weer even naar de Alliantie Studentenwelzijn van het NKN. Vorig jaar merkten we dat er heel veel zelfde problematiek was onder studenten in verschillende studentensteden. En op een gegeven moment hebben we besloten om met lokale studentenvertegenwoordigers, of je ziet links ook staan de zogeheten no-cares, dus die wel in huis van bijvoorbeeld 17 man wonen en toch stiekem een huisfeestje geven, maar wel het beste met iedereen voor hebben, om daarmee in gesprek te gaan en te kijken van wat kunnen we nou signaleren, hoe kunnen we projecten oppakken, welke projecten werken en kunnen we ook delen met andere steden. Op een gegeven moment werd dat zo groot, namelijk met elke universitaire studentenstad in Nederland, dat we aan de bel hebben getrokken van, we hebben extra werkstudenten nodig om dit te faciliteren. En toen kwam dat kennisstedennetwerk, wat in principe hetzelfde doet, maar dan op ambtelijk en op bestuurlijk niveau. Dus al die burgemeesters zitten bij elkaar, wethouders zitten af en toe bij elkaar, maar juist ook de ambtenaren die echt gaan over studentenwelzijn, die zitten structureel online bij elkaar om te bespreken, kennis uit te wisselen. En ook om die driehoek onderwijsinstelling, gemeente en studentencommunity te bespreken. Nou, en wij konden lekker vanuit die invalshoek daar aankomen kloppen. Dus hebben we de handen ineen geslagen. En wij koppelen dus elke week terug aan hun. Wat speelt er? Waar zijn we mee bezig? Ik denk dat het makkelijkst omvat wat de Alliantie Studentenwelzijn is. Het is goed om een paar concrete projecten te noemen waar we mee bezig zijn. Eentje was die van 14 oktober al, om dat dus uit te werken. Ja. De andere 2 die staan op de volgende slide, als het goed is. En daar kan Belle meer over vertellen. Ja, ik denk ook wel dat het nog mooi is om te benoemen dat wij ook al, dit is al een jaar geleden, maar we hebben alle studentenvertegenwoordigers bij elkaar gebracht. Want dat zagen we ook, dat je gewoon heel veel, het is heel mooi om het wiel elke keer opnieuw uit te vinden, maar het is ook fijn om van elkaar direct te leren. En we hebben dus nu, dat loopt nog steeds elke vrijdag, Zooms met alle studentenvertegenwoordigers van verschillende steden. Die dan informatie en problemen, oplossingen met elkaar kunnen delen. En dat faciliteren wij ook. Maar waar ik zelf nu mee bezig ben, met iemand die hier ook in de Zoom zit, met Melanie. Zijn wij bezig met een intentieverklaring aan het opzetten door heel Nederland. Zij heeft dit al in Utrecht opgezet. Daar hebben 50 verenigingen zich al onderhand aan aangesloten. Dit was omdat in het begin van de zomer Amnesty een rapport
publiceerde dat 1 op de 9 vrouwen tijdens hun studententijd wordt verkracht. Dit heeft Melanie gewoon meteen aangezet. Die zat, we moeten hier iets mee doen. Dus zij heeft dit in Utrecht een verklaring opgesteld, wat ondertekend wordt, kan worden door verenigingen. Best wel laagdrempelig en ook best wel van, pak zeg maar, neem zelf je eigen verantwoordelijkheid in plaats van leg het van bovenop, zeg maar, laten we het met elkaar doen en het met elkaar erover hebben. En wij hebben dat gesignaleerd als het NKN en gezegd, dit moeten we gaan uitwerken en in andere steden ook opzetten. En het idee is dus eigenlijk wat ik al zei, dat het zeg maar niet heel erg, dat het niet soort van vaststaat wat er van je wordt verwacht, maar dat het ook je eigen invulling kan hebben. En je ziet bijvoorbeeld in Delft zijn ze bijvoorbeeld er best wel veel mee bezig, maar het is gewoon mooi om dat zeg maar te verenigen en om dat ook dat beeld te laten zien dat wij best wel ook goede eigen ideeën hebben en daarmee bezig zijn en die verantwoordelijkheid ook willen nemen. Even kijken. Ja, doe je de tweede? Ja, goeie. Een ander concept is, en dat hebben we wederom gestolen, want wij zijn heel slecht in dingen bedenken, maar heel goed in initiatief oppikken van andere studentensteden en kijken of dat toepasbaar is in andere steden. Een daarvan is studentambtenaar. Dat is geïntroduceerd 5 jaar geleden alweer in Enschede. En dat was omdat studenten wegtrokken vanuit Enschede als ze afgestudeerd waren richting de Randstad. Nou ja, geef je ze ongelijk. Ik heb in Delft gestudeerd en ben het ook naar Amsterdam verhuisd. En dat zo'n concept van een studentambtenaar was eigenlijk best wel bijzonder, omdat je dus echt een studentambtenaar studentenzaken hebt. Dus je neemt gewoon een tijdelijke arbeidskracht voor 8 uur per week naast zijn of haar studie, die ondergebracht wordt bij de gemeente om even heel informeel wat peper tussen de billen van ambtenaren te geven, maar ook om lokale studentenvertegenwoordigers te verzamelen en daarnaast nog te kijken van, hey, wacht even, wat zijn dan de blinde of witte vlekken van communities die niet vertegenwoordigd worden? Want dat is de lastige groep. En dat is ook lastig met eenzaamheid. Het zit een beetje in de definitie van, je bent moeilijk te bereiken en je bent slecht verbonden met de buitenwereld. Inmiddels zijn er volgens mij een stuk of 6 steden en dan 10 of 11 studentambtenaren nu actief. Dat werkt gewoon goed. En wij brengen die 6 ambtenaren ook weer samen, zodat zij ook samen van elkaar kunnen leren van, hey, wat gebeurt er in jullie stad? En dat is ook heel fijn voor ons, want om zeg maar ook onze ideeën soort van daar neer te leggen, zodat het gewoon, we merken gewoon dat lokaal gewoon heel erg werkt, want dan komt het vanuit jezelf en dat is iets wat blijvend is. En wat, ja, en wat in Nijmegen werkt, hoeft misschien niet in Maastricht te werken. Hè? Elke stad is uniek en heeft eigen manieren, bepaalde problemen, sowieso problemen, maar ook problemen aangepakt. En wat het misschien leuk is om te weten, is dat we dus van die studentenwelzijnsalliantie waar die ambtenaren in zitten, daar gooi je dus zo'n studentambtenaar onder, dat die ook direct de lijn hebben met elkaar. Dus alles raakt verweven met elkaar. En daar merken we dat we echt heel veel baat bij hebben. Heel kort nog die, volgens mij hebben we niet heel veel tijd meer. We hebben volgens mij niet heel veel tijd meer. Nee, we zijn al naar de aanbevelingen. Nee, er stond ook net iets over het alcoholconvenant. Daar zijn we nu ook mee bezig om die aan te scherpen. Want we merken ook dat er weer veel vraag is naar om in dat gesprek te starten en te kijken naar normen en waarden en hoe dat nu ontstaan is. En sowieso met corona is dat natuurlijk, wat uit jullie onderzoek ook is gekomen, is het alcoholgebruik enorm gestegen. Dus dat is iets om ook aan te werken. Dus daar hebben we ook een student opgezet. Heel korte aanbevelingen. Ik had al genoemd van, het kost echt heel veel energie om op deuren te kloppen van, hé jongens, hier is informatie. Dat kunnen we denk ik niet meer, want die herkansingen die stapelen zich inmiddels ook op. Dus daar moeten we ook aan gaan zitten. Dus voor ons, ja, als wij dat hebben, neem alsjeblieft. Het zouden fijn vinden als dat proactief ook wordt opgepakt als we aanbevelingen hebben. Maar ook voor nieuwe groepen. Er is nu bijvoorbeeld frisgedachtes.nl. Die heeft ook een keer in dit landelijke netwerk een presentatie gehouden. Die zijn ook gewoon hartstikke goed werk aan het leveren. Maar die hebben nu ook moeite om nationaal aansluiting te vinden. En niet per se bij beleid, maar wel bij bestuur en ambtelijke groepen voor studentenwelzijn. Een ander is, wij zijn extreem ongeorganiseerd en chaotisch, maar wel kunnen wel heel snel sprintjes trekken, waarbij we een indicatie kunnen geven van wat er zou kunnen gaan spelen. En dat zou misschien mooi zijn. We hebben ook een tijdje geleden met Jolien gepraat over, ja, kunnen we dan niet kijken wat de voorlopige resultaten zijn van jullie monitor, want dan gaan we daar gewoon in vroeten en dan kijken of we voorlopige resultaten kunnen vinden en daar gewoon projecten voor gaan opzetten. Dat kan natuurlijk niet, maar het is wel leuk om te kijken van hoe kan die aansluiting nou komen, want wij hebben structuur nodig, anders dan vervalt ook alles. En ik denk dat daar wel veel nu
veel terreinwinst valt te behalen. Andere hele korte is op de volgende slide. En dat is een makkelijke, want wij hebben dus afgelopen januari was dat weer een sprintje getrokken. Dus we hebben die enquête snel uitgewerkt in een dashboard en daar ook een rapport, die staat op de website, 50 pagina's, veel te lang om door te lezen. Maar we hebben dat samengevat in een one-pager. En die aanbevelingen zijn nog steeds van toepassing. Misschien in het onderwijs iets minder, omdat dat redelijk doorgaat. En er zijn studieplekken, dus je hoeft de horeca daar niet voor in te richten. Sterker nog, horeca is alweer deels open. Maar dat linker rijtje van faciliteer dat studenten zelf projecten kunnen organiseren om perspectief te bieden, zijn wij, grappig genoeg, wel zelf ook een voorbeeld van geworden. Daar zijn die studentambtenaren een voorbeeld van, daar is de werkstudent bij het Nederlands Jeugdinstituut een voorbeeld van. En dat werkt en dat komt op gang. Verder, maar dat is niet relevant voor hier, de coronahotels. Als je met 17 man woont en er komen al een aantal herbesmettingen, ook nadat je een vaccin hebt gekregen, moet je met heel je huis weer in quarantaine gaan. En zo'n stapel quarantaine dat je weer een maand binnen zit, dat is niet te doen. Je gaat ook niet naar je ouders, want die heb je ook geen zin om aan te steken. Bij daklozen en bij vluchtelingen hebben ze nu ook van die quarantainehotels. Ja, hoe moeilijk zou dat zijn, denk ik dan, hè? Maar waarschijnlijk lastig. Maar het is denk ik de moeite waard om te kijken naar zo'n opvanghotel. Om daar besmette studenten neer te zetten. Ja, er is denk ik echt altijd nog. We hebben echt heel veel te vertellen, maar ik denk dat het voor nu goed is om af te sluiten. En ik hoop dat we meer duidelijkheid kunnen geven over wat we hebben gedaan en wat we hebben opgezet. En hoe je de studenten op een goede manier kan inzetten, wat van beide kanten positief kan werken. Dus we zijn benieuwd naar vragen en ik heb even in de link ook onze one-pager gezet. Dus dat, ja? En stuur vooral ook een mailtje of een berichtje of weet ik wat waarheen. Want we hebben misschien niet nu echt tijd om dingen op te pakken, maar we vinden wel andere studenten die daar tijd voor hebben. En we kunnen in ieder geval onze mening ergens over geven. Doe ik met alle liefde, ongezout en ongenuanceerd. Wauw. Supermooi, Belle en Thijs. Hartstikke gaaf om jullie aanpak te zien. En ook wel tof dat dat zo snel gegroeid is. En ik snap helemaal dat jullie daar ongelooflijk veel tijd in steken. Dus heel veel dank daarvoor. Ik zie echt wel een hele mooie kans om dat te verbinden met ons regionale initiatief. Op 3 februari hebben wij dus een initiatief om ook regionaal wat verder door te praten. Ik denk dat jullie input daarin, en ook namen, denk ik, concreet namen van studenten om daarbij te betrekken, heel interessant kunnen zijn. Dus misschien kunnen we daar nog even contact over hebben. Ja, absoluut. En ook sowieso al die deelsessies denk ik dat we heel veel aan toe kunnen voegen. Lastig is dat het nu om 11 uur is, dus iedereen zit weer in colleges. Het is een beetje passen en meten, maar met alle liefde. Ja, nou super. Ik denk ook nog wel wat interessant is om te benoemen van waarom wat wij hebben gedaan nou zo erg werkte. Ik denk voor mij persoonlijk dat wij bijvoorbeeld die belangen niet hebben, waardoor we gewoon echt ervoor gaan wat we zelf willen. En inderdaad wat Thijs zegt, iets ongezout zijn, maar dat is soms wel gewoon echt de waarheid. Dus als er van bovenaf dingen worden opgelegd, maar als je niet met ze in gesprek gaat, dan kan dat echt heel tegendraads werken. Dus dat is denk ik ook wel interessant om te zien, van je hebt soms ook die mensen nodig die ongezout zijn, want dat is gewoon de realiteit. Ja, en het boeit ons ook niet. Kijk, ik doe nu econometrie, wel doet industrie ontwerpen. Het heeft niet heel veel met politicologie of iets te maken. Dus dat, zeg maar, we zijn er nu ingerold en we stappen het liefst zo snel mogelijk eruit. Tot die tijd zitten we er nog even. Ja. Heel fijn. En ik zie dat de chat ontploft met allemaal complimenten. Dus lees die lekker rustig ook nog even na. Heel veel dank, Belle en Thijs. Ik denk dat wij doorgaan, Joyce, naar onze subgroepen. Ja, super interessante bijdrages. Heel actueel en aansluitend denk ik op waar we allemaal mee bezig zijn. Ik zou zeggen, Belle en Thijs, ik stem nog even met jullie af. Maar mocht er nog vragen zijn voor Jolien en Michelle, dan kunnen we jullie altijd nog aan elkaar verbinden, leden van het netwerk en de sprekers. En gebruik ook vooral de online community daarvoor, zou ik zeggen. Voor nu gaan we nog even kort ook, misschien napraten, maar ook gericht bespreekvragen behandelen in themasessies. We willen namelijk ook heel graag jullie als leden de kans geven om samen uit te wisselen. En daarvoor gaan we nu schakelen.